Nou, we zijn hier in Studio Rozengaarden. Eigenlijk een ontwerpbureau, een kunststudio voor interactieve kunstwerken. Dus we zijn eigenlijk heel geïnteresseerd in verbeelding, maar ook in technologie. Wat gebeurt er als sociale media uit dat beeldscherm kruipt of springt eigenlijk en een onderdeel wordt van ons landschap, van onze kleren, van onze lichamen. En in die zin hebben we eigenlijk gewerkt aan een serie van kunstwerken zoals Dune, een landschap van licht wat je volgt, of Smart Highway, daar zijn we nu druk mee bezig, slimme snelwegen die interactief zijn samen met de Heijmanslui. En eigenlijk heel erg gefascineerd in van hoe kunnen we poëzie en verbeelding en dat nieuwe vakmanschap met elkaar verbinden. En ik denk dat is ook de rol van de kunstenaar, om met een soort van suggesties te komen, om te laten zien dat realiteit niet iets statisch is. Vroeger een schilder had zijn verf, nou, wij hebben onze microchips, maar dat is eigenlijk een tool om die verbeelding, om die ideologie te benadrukken. Ondanks dat mensen het niet per se begrijpen of hoeven te snappen wat het is, dat het toch iets triggert om iets te maken wat echt die verbeelding aanspreekt en een nieuw soort uitspraak doen daarin. Ja, juist in die openbare ruimte. Het schetsontwerp wat we hebben gemaakt voor Utrecht is eigenlijk gebaseerd op die transformatie die zich plaatsvindt rondom dat stationplein. Dus Hertzberger die de boel opnieuw verbouwt met zijn team en letterlijk de weg dus transformeert in water, in een nieuwe rivier. Waardoor dus die brug eigenlijk die daar ligt, die eigenlijk de verbinding legt tussen stad en station, een hele andere functie, een hele andere iconische waarde krijgt. Ons voorstel is dus eigenlijk om dat water als hoofdingrediënt te gebruiken voor het kunstwerk zelf. Letterlijk een soort ringen van warm stoom te maken die met een bepaalde frequentie omhoog gaan, waardoor dus eigenlijk een soort toren wordt opgebouwd. Dus het is iets natuurlijks, we hacken eigenlijk het water. En aan de andere kant spelen we met licht en met kleur, waardoor als weinig mensen er zijn, hij vrij af en toe voorbij komt en wat blauwig, wat rustig is. Terwijl als er meer mensen s'avonds voorbij komen, tussen 5 en 6, waarin het echt topdrukte is, dat ding veel meer ballen krijgt en veel meer aanwezig is. In die zin gedraagt het kunstwerk zich ook. Het is gekoppeld aan het gedrag van de mensen, aan hoe het landschap eruit ziet en hoe het weer er is. Al die dingen beïnvloeden hoe dat werk zich eruit ziet. Dus het is veel eerder een hybride tussen mens, landschap en kunstwerk. Dan een soort hard object waar je een naambordje op kan plakken. En dat is denk ik ook, ja, precies hoe ik het graag zie. Het legt eigenlijk verbinding op twee schalen. Eén is dus inderdaad de man en de vrouw op weg naar werk tussen 5 en 6 richting stad. Die eigenlijk de brug bijna een soort boulevard gaat benaderen. Dat is een soort de torens die naast hem of haar oprijzen. Dat vind ik een hele spannende. En ten tweede ook op een meer architectonische schaal een relatie legt tussen die hoge torens van het station En de Domtoren zelf als een cultureel icoon. En het legt eigenlijk een soort softe relatie daartussen. Dus het is super groot en tegelijkertijd is het bijna immaterieel. Ja, het is bijna gebakken lucht. Ja, dat leek me heel mooi voor een plek zoals daar. Ja.